Goedemorgen, wij zijn wakker. Ik ben even een Beautygloss video aan het inplannen. Het tijdsverschil is hier dat als wij wakker worden, is het later. Dus zeg maar om 9 uur 's ochtends gaat om 3 uur de Beautygloss video live. Dus voor mij is dat best wel handig. Dan ben ik wakker, heb ik nog een paar uur voordat de video live hoeft. En om middernacht plan ik de vlog altijd in. Dus middernacht, 6 uur 's ochtends volgende ochtend. Lekker omeletje van de griddle. We moeten even vegen, worstjes en vegen, bacon halen. Om de een of andere reden hadden we alleen die andere gehaald, toch? Ja. Ja, ik weet niet meer. Alleen deze worstjes. We moeten vandaag sowieso even boodschappen doen. Jongens, we zijn iets heel leuks aan het doen. We zijn namelijk de roadtrippie aan het kijken naar New Orleans. Dat willen we komende week gaan doen. Best wel, we hebben wel ideetjes hoe wat waar, maar we hebben nog niks geboekt. We willen Crystal River eerste stop maken. Dat is 2 uur rijden vanaf hier. En dan doorrijden naar Tallahassee en ergens daar een hotel hier ervoor. En dan kijk als je dus zo kijkt. Hier zitten wij. En dan willen we naar New Orleans. Dat zit hier. Dus dit wordt stopje 1. Hier ergens stopje 2. En dan New Orleans. En dan willen we binnen een week terug zijn eigenlijk. Oké, de eerste boeking is er, jongens. We gaan naar Crystal Springs. Nee, toch? Ja, Crystal Springs. Mm-hmm. Crystal River. Crystal River. En dan rijden we door naar Wakulla Springs. Dit is in 1 dag. Dus naar Crystal Springs is het 2 uur rijden. Dus onder Tallahassee. Onder Tallahassee is Wakulla Springs. En Springs. Daar hebben we een lodge geboekt voor 1 avond. En dat is ook weer bij water. En dan rijden we naar de volgende stop. Die hebben we nog niet geboekt. En daarna, die dag erna, langs Bucky's naar New Orleans. Look of the day. Snel opgemaakt. Quickie. Barbie shirt. Die had ik vorige keer gekocht en gelaten. En de Lululemon shorts. Het is echt... Oh, het is zo lekker dit. Aanrader. Ze zijn niet goedkoop, maar $60. Maar echt, die andere die ik heb. Eentje is van de pregnancy mom. Toen ik zwanger was, droeg ik die. Draag ik gewoon nog steeds. En eentje is gewoon H&M'tje of zo. Maar dit is echt wel next level, hoor. Oh, lekker. Vandaag 2 knotjes. 2 mega knotten trouwens. Ze heeft er zin in! Kijk, ik doe het helemaal. Kies iets leuks uit van morgen voor moederdag. Leuk jurk of iets om aan te doen. Gewoon lekker chillen. Wat? Oké. Okay. Pashokjes shoplog. Wat vinden we hiervan? Het heeft zakken. Sundress. Er is iets met sundress en mannen. Die vinden het helemaal grappig. Vraag even aan... Een man, wat is je favoriete type jurk bij vrouwen? Dan zegt ze sundress. Ik weet niet waarom. Dat is dit toch, dacht ik. Of skaterdress, weet ik veel. Cute. Moederdag cute? Misschien. Oké, wat vinden we hiervan? Dit is heel nieuw voor mij met een bloot buikstukje. Een topje en een rokje. Dit is sowieso deze rok. Hij is wel vrij kort, hè? Is die een beetje te kort? Ik weet het niet zo goed. Wat denken jullie? Deze combo. Ik denk deze zonder BH dragen, sowieso. Wat vinden we ervan? Even wat, hè? Deze. Cute, maar mijn boobs zijn geplet erin, zeg maar. Kinda cute, maar nee, ja, ik zit echt... Holding on to your leg, gewoon... Mijn achter ook wel mooi. Nou, hij zit hier. Als dit flexibeler was, dan ja. Fake Skims. Nee, zit niet lekker hier. Nee, niet voor hier. Ik vind dit grappig. Als in, ik hou van blouses en dat soort dingen, maar niet voor hier. Dit, nee, dat is not the vibe. Ik zeg, we gaan voor deze. Laten we het doen, oké? Okay? Yes. Zes. We hebben Eurovisie dingen en zo. Mop, doe dat maar niet. Doe dat maar niet. Weet ik, maar het is bedoeld om in het zwembad te gaan, dat water. De poolboy is geweest en dan ligt er vaak slang in het zwembad met water. Stuk reuze interessant om die slang eruit te trekken. Oei. Alright, even zwemmen. Jongens, de grootste aardbeien ever.
Kijk. Zo. Zo. En we hebben gekookte eitjes. En broccoli. Die zak kan je helemaal gekromd doen. 6 minuten klaar. Lekker makkelijk eten. Het is 8 uur. Le Child is in bed. Slaapt hopelijk zometeen. Wij gaan sushi bestellen voor een sushi mukbang. Oh my god, in Amerika sushi mukbang. Hoe moe ben jij? Heel moe. Ik zeep, het is gewoon zo moe. Maar we hebben even zitten rekenen. En aangezien wij dinsdag willen gaan rijden naar New Orleans. En gewoon de hele roadtrip, het is een week. Is vandaag de dag dat we de sushi mukbang moeten opnemen. Want het is zaterdag en dan hebben we morgen zondag. En dan maandag. Ja, het, ook met editen, weet je. Ik edit het zelf graag. En ja, dat moet gewoon nu. Dus ik moet hem nu opnemen. Het is 8:30. De sushi is er over een half uur. Ik ben gaar. Ik ga hem even opfrissen, zodat we kunnen gaan filmen. Even de batterijen zo doen. Opmaken, ready, set klaarzetten enzovoort. Wat ik dus doe voor filmen, is dat ik altijd mijn basis sowieso opnieuw doe. Want je ziet het echt als zeg maar je base te transparant is. En dat heb ik heel erg, dat zeg maar mijn vette huid zuigt. Daar lijkt het op hoor. Is niet jammer, dan lijkt het alsof die foundation opgezogen heeft. Of primer ook op gebruikt. Maar met filmen, met camera en zo. En het is een andere camera dan dit. Een ander licht ook. Want die gewoon echt opnieuw. Een beetje bronzen misschien. We doen het oranje jurkje aan. Ik moet hem zonder BH aan. Ik ben daar wel een klein beetje onzeker over. Ik doe het gewoon, maar voor filmen ja. Voor rondlopen, yeah. Goed, bronzen. We houden het even allemaal liquid. Dan doe ik een dikke poederlaag voor het licht, zo. Wat ben jij? Ha? Wat? Oké, lookje. Oranje blushie. Oranje. Die ben ik. Oké, we gaan hier zitten en filmen. Dit is de setup. Als je zo kijkt. Kijken, wacht. Ja. Fun fact, achter de schermen, speelgoed. Maar ook deze bol. Maar het komt even net mooier uit nu met het licht en met oranje. Wat is er? Was die handen? In vaatwasser. Ja. In styrofoam allemaal. Oké. Ik ben in het bord. Ja, ik wou zeggen. Ik weet niet of we borden nodig hebben met hoe het nu. Wat? Ik weet niet of we borden nodig hebben. Ja, het zit er zo in. Het ziet er wel erg. Verschrikkelijk uit. Ach. Het ziet er niet uit zo. Ik ga dit op mooie borden neerleggen, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Ja, geef die inderdaad maar dan. We hebben nog meer platten. Hij moet echt super. We hebben nog super flat. Beneden. Deze. Ik heb ze. Ja, die is perfect. En dan. Zou ik die verder maar terug dan? Ja, die vind ik ook niet meer terug. Maar wat zijn dat? Een paar zeewierblaadjes? Nee, dit is zo'n decorgroen. Oh, dat? Ja. Nee, zo. Oké, ik leg die zeewierslade open. Het is toch echt gewoon. Nee. Ja, of laten we het in die styrofoam. Het is wel lekker Amerikaans. Zo van verschrikkelijk. Ik ben bang dat ik het sloop. Ja, het zit er allemaal heel netjes in namelijk. Dan doe ik alleen die zeewier erin en dan doe ik gewoon allebei zo'n groot bord. Oh my god. Ik ben er wel even genoeg. Hè? Ik ben er ook genoeg. Ja, precies. Oké, we hebben net gefilmd. Sushi mukbang. Een voor de liefhebbers. Mukbang. En, is het een mukbang? Nee, dat is eigenlijk wel hoe het wordt uitgesproken. Van de een of andere reden. Ik onthoud het verkeerd of zo. Ze stond niet uit. Nee, ja, heel raar. Terwijl ik hoort wel zo te doen. Kunnen we even een momentje hebben voor deze prachtige Moleskine boekjes. Was vandaag bij de Target. Vandaag weet ik wel, het zal wel een tijdje zijn. Maar 1 plus 1,50% goedkoper. Dus ik heb deze gekocht. En dit zijn die schriftjes. Die vind ik ook heel fijn. Ik had een notitieboekje nodig voor hier. En dacht, ja, laat ik het maar gelijk goed doen. Zo, ja.
Zo pretty. Jij ziet de kleur nu. De overdag is nog mooier. Ik ga de vlog afzetten. Welterusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.